Dit is wat we moeten doen om resultaten te krijgen. We kunnen de situatie niet meer aan. De woorden van een medewerker van de Surinaamse waterleidingmaatschappij, SWM, in gesprek met onze nieuwsdienst tijdens een prikactie van morgen. De Surinaamse Waterleiding Werknemersorganisatie is in beraad en de werknemers van het bedrijf verzamelden zich vanmorgen op het terrein van de vakcentrale C47 aan de Johan Adolf Pengelstraat. De werknemer zegt dat het personeel het wachten beu is en een salarisaanpassing verwacht. We zijn al een tijdje bezig met de vakbond omtrent onze cao's, onze lonen. Maar we hebben nu al een achterstand van 9 maanden. Dus 9 maanden hebben we moeten wachten en het is nog steeds niet gelukt. Dus op den duur kan je niet meer wachten. Je gaat acties moeten ondernemen om resultaten te krijgen. En dit is het wat nu uit de bus is gekomen. We kunnen niet meer wachten. We hebben te lang gewacht. We hebben te lang geaccepteerd. We kunnen het nu niet meer aan. We moeten nu iets wat doen om onze stem te laten horen. Begrijpt u? We kunnen niet meer. De werknemer zegt dat het personeel verwacht dat zij worden opgeroepen door de autoriteiten of de leiding van het bedrijf voor een gesprek. De werknemers zijn van mening dat er onmiddellijk een salarisaanpassing doorgevoerd moet worden, alvorens de acties worden opgeheven.